Goedemiddag, ik ben Pater Huizegems. Dit is Catechismus voor volwassenen, les 3. We gaan het vandaag hebben over de vaste grond van het geloof. En we zullen nader beschouwen twee dingen, Sanhedrin 43b en de lijkwade. Eerste aanknoping. We hebben gezegd, de catechismus bestaat uit drie delen. Het geloof, de genademiddelen en de geboden. Met geloof, hebben we ook reeds gezien, is niet bedoeld in tegenstelling tot wetenschap. Maar geloof betekent voor waar aannemen wat God heeft geopenbaard. God die zich niet kan vergissen en die niet kan bedriegen. De brief van de Hebreeën, die hadden we ook al geciteerd aan de Hebreeën, hoofdstuk 11, Heilige Schrift. Hoofdstuk 11.1. Wat is het geloof? Het geloof is een vaste grond van wat wij hopen. Vaste grond. Geen theorie, realiteit. Paulus Pius XII. Geen enkele zekere leer van de kerk staat in tegenspraak met een zekere bevinding van de wetenschap. Vorige keer hebben we al een paar dingen gezien. Ik zou vandaag daar nog twee dingen willen bijvoegen, zodat het geloof werkelijk op vaste grond staat. Ik zal niet elke les bewijzen brengen. Maar ik denk dat het voor het begin wel goed is van die vaste grond op te bouwen. Het eerste wat ik met u wil bespreken is de Babylonische Talmud. Men heeft vaak de bewering, en men kan die voor een stuk volgen, van kijk, jullie christenen beweren Jezus heeft geleefd, heeft dat gedaan en dat gedaan. Maar jullie steunen zich alleen op christelijke bronnen. En christelijke bronnen kunnen partijdig zijn. Ik vertelde vorige keer al dat er ook niet-christelijke bronnen zijn die over Jezus spreken. En ook bronnen uit de tijd zelf. Maar de voornaamste bron die wil ik nu te sprake brengen. Twee bronnen uit die tijd. De ene is, ik noemde het al, Sanhedrin 43b. Sanhedrin 43b is een stuk uit wat men noemt de Talmud. En als men gewoon Talmud zegt, bedoelt men eigenlijk Babylonische Talmud. Het is een van de twee hoofdgeloofsbronnen van gelovige, niet-christelijke Joden vandaag. Tenminste, bij de meesten van hen. De Talmud is niks anders dan een verzameling van tradities van rabbijnen. En rabbijnen zijn leraars van het geloof in de Joodse traditie. En de Babylonische Talmud nu, die werd afgesloten in het jaar 500 in het toenmalige Babylonië, deel van het Perzische Rijk, nu Irak. En het is een compilatie, betekent dus een opeenhoping van geschriften van rabbijnen en daaronder ook uit de tijd van Jezus. Het is eigenlijk allemaal rond de tijd van Jezus, of de meeste schriften zijn uit die tijd, of overlevering uit die tijd. En ik wil het speciaal nu hebben over een stuk uit de Talmud, waarin iets staat over Jezus. Dat is dus het hoofdstuk wat heet Sanhedrin 43b. Ik lees voor. Op de vooravond van Pesach, Pesach is Pasen, werd Yeshua, dat is Jezus, opgehangen. En opgehangen betekent hier in de context gekruisigd. In de daaraan voorafgaande 40 dagen trok een heraut rond en riep: hij is voorbestemd om gestenigd te worden, omdat hij tovenarij heeft bedreven en Israël tot afvalligheid heeft gebracht. Yeshua werd gehangen, gekruisigd dus, op de vooravond van Pesach. Ik ga het nog eens voorlezen. Op de vooravond van Pesach werd Yeshua, de Nazarener, opgehangen. De daaraan voorafgaande 40 dagen trok een heraut rond die riep: hij is voorbestemd om gestenigd te worden, omdat hij tovenarij heeft bedreven en Israël tot afvalligheid heeft gebracht. Yeshua werd gehangen, gekruisigd,
op de vooravond van Pesach. Het mogen duidelijk zijn, ik heb het citaat hier beëindigd, dat deze bron geen christelijke is en tegelijk tegenover Jezus geen positief standpunt inneemt, want hij wordt beschuldigd van tovenarij, wat ongunstig bedoeld is, en de doodstraf waardig. Het is interessant ten eerste omdat het een getuigenis is uit de tijd zelf, maar ten tweede ook omdat het dus komt van personen die Jezus niet per se welgezind zijn, als ik het zo mag zeggen. En toch geeft dit heel goed een paar zaken weer. Die over Jezus, die dus van buiten het christendom komen. Ten eerste wordt dus gezegd dat Jezus dingen dat Jezus geleefd heeft in die bepaalde tijd en dat hij dingen heeft gedaan die de natuur te buiten gaan. Tovenarij noemen ze het. Dat doet denken aan een stuk uit het evangelie waar we zien dat de fariseeën voor zich Jezus zien wonderen doen. We noemen het wonder, niet tovenarij. Maar ze zien het voor zich. Matteüs 12 en daar staat het volgende. Eens bracht men naar hem, dat is naar Jezus, een bezetene die blind en stom was. Hij, Jezus, genas hem, zodat de stomme weer sprak en zag. Al het volk was buiten zichzelf en zei, zou dit niet de zoon van David zijn? De zoon van David is een vaste uitdrukking voor de Messias, de beloofde verlosser, die zou komen. Maar de fariseeën die dat hoorden, antwoordden, hij drijft de duivels alleen maar uit door Beelzebub, vorst van de duivels. Omdat Jezus hun gedachten kende, zei hij tot hen, als de Satan uitdrijft, is hij met zichzelf in strijd. Hoe kan zijn rijk dan stand houden? Bovendien, als ik door Beelzebul de duivels uitdrijf, door wie drijven dan uw zonen ze uit? Maar als ik door de geest Gods de duivels uitdrijf, dan is het rijk Gods tot u gekomen. Tot daar het citaat uit het evangelie uit Matteüs 12. Dat toont dezelfde houding aan. Men ziet wonderen, maar schrijft ze niet toe aan God, maar aan de verkeerde kant. In ieder geval, we hebben een bron onafhankelijk van het evangelie die hetzelfde zegt. Jezus heeft geleefd, Jezus doet wonderen. Ik geef een tweede bron uit de tijd zelf. Ik beweer dat ze uit de tijd zelf is. Ik kan het ook testen. Die bron is iets indrukwekkends. Als je het ziet, ben je misschien niet onder de indruk. Je ziet een vage afdruk van een man op een doek. Een doek van 4,42 meter op 1,13 meter. Het is het meest bestudeerde voorwerp. Voorwerp door mensenhand gemaakt, ik bedoel daarmee stof. Het meest bestudeerde stuk stof wat er ooit bestaan heeft. De lijkwade van Turijn. Het is een archeologische schatkamer. Ik begin mijn beschrijving met het jaar 1898. Het jaar 1898 is het jaar dat in de streek rond Turijn, die heet Piemont, het plaatselijke vorstenhuis, en dat heet Savoie of Savoie, wat later Italië zal inmaken trouwens, waarin een tentoonstelling is met alle religieuze voorwerpen van waarde, die worden tentoongesteld gedurende 1 week, in mei 1898. In die tijd bestaat de fotografie al, maar het is een zaak van de elite, van mensen die het zich kunnen veroorloven, die rijk genoeg zijn. En het is vrij moeizaam. Maar toch, op 28 mei 1898, krijgt een advocaat die tegelijk amateurfotograaf is, de kans om een reliquie, die in de hand is van het Huis van Savoye, dus de lijkwade van Turijn, de beroemde, te fotograferen. En hij maakt zijn opname, Secondo Pia.
en gaat daarmee in zijn donkere kamer om het op een plaat, een gevoelige plaat, letterlijk een gevoelige plaat, te ontwikkelen. En hij zegt zelf: ik nam de plaat uit de vloeistof en ik kreeg een schok. Bijna liet ik de plaat op de grond kapot vallen van het schrikken. Ik keek recht in het gezicht van een man. En die man was niet zichtbaar direct, zo duidelijk, op de lijkwade. Ongewild heeft Secondo Pia, op dat ogenblik is hij met een nieuwe wetenschapstak begonnen. En die wetenschapstak die heet sindonologie. Sindonologie. Sindon is lijkwade. Logie, wetenschap. Het zijn eigenlijk verschillende takken van wetenschap die zich storten op dat doek om te gaan vinden wat er aan informatie in zit. En ik kan u zeggen, het is verbluffend. Ik geef u een samenvatting in 14 puntjes, kort. 1. Het vage lichaamsbeeld blijkt een negatief foto te zijn. Dat blijkbaar op dat doek is gestraald, op dat linnen doek, eeuwen voor de fotografie door de mens werd ontdekt of uitgevonden. Eerste vaststelling. Tweede vaststelling. Het lichaamsbeeld op het doek is erop terechtgekomen na de bloedvlekken die vooral opvallen wanneer men het doek ziet. Bloedvlekken waren erop en daarna daarover is het lichaamsbeeld gekomen. 3. Het lichaamsbeeld dringt niet in het doek in, zoals vloeistoffen het doen, zoals verf of het bloed, wat er ook werkelijk ingedrongen is. Maar het lichaamsbeeld is veroorzaakt door het verkleuren van een dunne bovenlaag en daarbinnen weer 2 tot 3 vezels per 200 vezels die zich in één draad van het linnenstof, van de linnenstof bevinden. 2 tot 3 vezels per 200 vezels. Per 200 binnen één draad. Daar had men in vorige eeuwen de technische middelen niet voor om dat te maken. 4. Het beeld op het doek, en dat heeft men in 1978 ontdekt, de NASA heeft dat ontdekt, blijkt niet tweedimensioneel, dus op een plat vlak, maar driedimensioneel. Het is een afbeelding met de ook de dimensie breedte in. Lengte, breedte en ook diepte. Dat kan men vandaag nog met de modernste technieken niet 100% namaken. De laatste poging was een paar maanden geleden, oktober 2019. Laat staan dat men zoiets, als men het nu niet kan, met de techniek van vorige eeuwen zou gemaakt hebben. 5. Het bloed, de bloedvlekken, blijken van een man afkomstig met de bloedgroep AB. AB komt vrij zelden voor en wanneer ze voorkomt, vooral bij het Joodse volk. Trouwens, het gezicht wat men op de doek ziet, is een vrij majestueus gezicht en kan herkend worden als wat men noemt een Semitisch type, een Joods type. Ogen vrij dicht bij elkaar, vrij lange neus, 8 centimeter. Gebroken trouwens. 6. Het bloed stemt overeen. Het bloed, de bloedgroep AB. Met het bloed wat men vindt in wat men noemt eucharistische wonderen. Wat betekent? Wanneer een priester een mis leest, een mis opdraagt, is het in bepaalde tijden gebeurt dat zichtbaar, en dat gebeurt zelden, het brood verandert in vlees van een mens en de wijn in bloed. Het bekendste voorbeeld is Lanciano aan de oostkust van Italië, waar rond het jaar 700 zoiets gebeurd moet zijn. In ieder geval kan men het nu onderzoeken. En men vindt dat het vlees in Lanciano hartweefsel is van een man met bloedgroep AB. Punt 7. Bij de lijkwade. Het bloed en de hele afdruk van het gezicht zijn
dekken zich volledig met een ander doek wat men kent, het sudario, het zweetdoek van Oviedo in Noord-Spanje. Dat is het doek waarvan men zegt dat het over Jezus gelegd werd, vanaf het sterven aan het kruis tot aan de begrafenis, het leggen van het lichaam van Jezus in de graftombe. De bloedvlekken stemmen 100% overeen, het moet van dezelfde man zijn. 8. In het linnendoek, wat de lijkwade is, vindt men ook, en dat is normaal, en dat kan men pas ontdekken sinds vorige eeuw, vindt men ook pollen van bloesems of van bloemen van planten. Men vindt 54 soorten planten. Daarvan de meesten voorkomend in de streek Jeruzalem-Hebron. Van die 54 soorten, 28 die alleen bloeien in de maanden maart-april in de streek van Jeruzalem. Conclusie, het doek was in Jeruzalem. 9. Wanneer iemand gestorven is, is het niet mooi van in de ogen te kijken van een overledene. En hoe loste men dat probleem in de oudheid op? Men legde er iets op om de ogen gesloten te houden. Nu heeft men ontdekt, bij onderzoek van het doek, dat een beeld van de voorwerpen gevonden werd die op de oogleden lagen. Wat ligt er op de oogleden? Twee muntstukken. En wel heel bepaalde muntstukken. Die in de vakwetenschap bekend zijn als dilepton lituos. Dilepton lituos was een muntsoort die maar heel kort in omloop was. In de jaren 30 van onze tijdrekening. De jaren van de eerste eeuw. Jaren 30. En wel alleen in Judea onder de toenmalige stadhouder Pontius Pilatus. Dus het negende punt. Afdrukken op het zweet, op de lijkwade van munten van Pontius Pilatus. 10. Op het doek is duidelijk te zien dat de rechterzijde van de man die erop afgebeeld is, en van wie de bloedvlekken zijn, dat de rechterzijde van het lichaam is doorboord met een lemmet van 4,5 centimeter breedte, wat overeenkomt met de Romeinse lans. Niet alleen dat, op die plek is er natuurlijk bloed uitgestroomd, maar niet alleen bloed. Men ziet ook een waterachtige vlek er rond. Dat stemt overeen met het Johannes-evangelie 19. En de leerling zag dat er onmiddellijk bloed uitstroomde en water. Dat water moet witte bloedcellen zijn, wat gebeurt bij een hartinfarct. Trouwens, dat stemt overeen met de liturgie of met het boek Ezechiël ook. Ik zag uit de tempel, uit de rechterkant van de tempel, water vloeien. En al die door het water werden aangeraakt, werden gezond. Jezus noemde zijn eigen lichaam tempel. 11. Wanneer bloed op het doek komt, dan gaat dat natuurlijk korsten vormen. Maar wat bijzonder merkwaardig is, is dat de bloedkorsten op de lijkwade niet gebroken zijn. Dit is ongewoon. Wanneer een lichaam in een doek blijft, gaat het normaal ontbinden. En als het ontbindt, ontbindt het doek mee. Dus het lichaam is niet in het doek gebleven. Maar als men nu een lichaam uit het doek weghaalt, dan moet men het doek openplooien en gaat daarbij, gewild of ongewild, de bloedkorsten breken. Wel nu, de bloedkorsten zijn ongebroken. Het lichaam blijkt uit het doek verdwenen te zijn, zonder te breken. Als het ware geontmaterialiseerd te zijn. 12. Het bloed op het doek is van helder rode kleur, wat niet gewoon is na het overlijden. Het bevat wat men noemt veel bilirubine.
Bilirubine kan ontstaan door een enorme UV-straling, ultravioletstraling. Dit blijkt het geval te zijn met de lijkwade. Daar moet een enorme ultravioletstraling op uitgewerkt zijn. Anders dan bij het zweetdoek van Oviedo. Dat schijnt dat proces niet meegemaakt te hebben. 13. Het lichaam speelt is op het doek als het ware gestraald. Hoe weten we dat? Er zijn plekken op het doek afgebeeld. Plekken van het lichaam van de man die erin lag, die met het doek niet in aanraking kwamen. Zoals de knieholte of de holte boven de hiel. Die staan erop als het ware gefotografeerd zonder aanraking. Om dit te produceren moet men als het ware stralen hebben die vanuit het lichaam zelf komen. Van de bovenkant loodrecht naar omhoog aan de binnenkant van het doek daar. En van de onderkant loodrecht naar beneden langs de binnenkant van het doek aan die kant. Daarvoor zou men 14.000 laserstralen nodig hebben voor een lengte van 1,70 meter, zoals die man groot is. Met een spanning van tussen de 60 en de 100 megavolt. 14.000 laserstralen van elk 60 tot 100 megavolt. De vraag is of men zoiets in de hele wereld nu samen heeft. Die enorme straling die zich moet hebben voortgedaan om dit beeld te produceren op een doek, want een doek is normaal niet gevoelige plaat. Dat is veel moeilijker om daar een beeld op te krijgen. Die straling mag echter niet te lang duren. Want die straling brengt niet alleen veel licht, maar ontwikkelt ook een enorme hitte. Men rekent uit dat die straling in het totaal een nanoseconde mag hebben geduurd. Een miljardste van een seconde. Merkwaardig. En tenslotte 14. Op het doek is zeer goed te zien welke wonden de persoon die erin lag, het lichaam wat erin lag, gekregen heeft. We zien wonden die wijzen op slagen in het gezicht. Gezwollen wenkbrauw, gezwollen wang, gezwollen wang. We zien sporen van 370 en meer geeselstriemen. 370 geeselstriemen. We zien wonden op het hoofd die van naaldachtige vorm zijn, die het gevolg moeten zijn van een soort helm uit doornen. We zien wonden met aarde erin. Aarde met onder andere strontium. Dat is een stof die ook voorkomt in de aarde in Jeruzalem. We vinden die wonden op de linkerknie en de rechterhiel. Het lijkt dus alsof het slachtoffer wat daarop zichtbaar is, barrevoets, dus zonder schoenen, over de straat in Jeruzalem is gegaan. En er ook gevallen is, want we zien een wonde aan de knie. We zien ook wonden in de rug, die dwars en heel recht zijn en vrij lang. Mogelijk van de dwarsbalk die het slachtoffer op zijn rug heeft gedragen, snijwonden. En we zien natuurlijk ook, zoals genoemd, de doorboorde rechterzijde. Besluit van deze 14 punten. Zelfs niet-christelijke wetenschappers die dit doek onderzoeken, zijn van oordeel. Dit past ongelooflijk goed bij de berichten die de evangeliën geven, de evangeliën, deel van de Heilige Schrift, over het lijden van Jezus Christus. En het lichaamsbeeld, wat men tot vandaag niet met de techniek kan herproduceren, driedimensionaal, zonder korsten te breken. Het lichaamsbeeld wat een soort fotografie is op een ongevoelige plaat, namelijk op een linnendoek. Al dat lijkt te wijzen op een enorme straling van binnenuit, een soort bliksem van binnenuit. Wanneer zou dat wel gebeurd zijn? Er zijn mensen die het de lijkwade, niet de lijkwade van Turijn noemen, maar het doek van de verrijzenis. Als het doek geen sterke aanwijzing is, dan is het zelfs al een bewijs. In ieder geval een sterke grond, een vaste grond voor ons geloof, tenminste een goede aanwijzing. Ik verwijs, als u daarop dieper wil ingaan en de Engelse taal machtig bent,
naar een kort filmpje van 8 minuten, waarin de hoofdzakelijke bevindingen van de wetenschap mooi worden samengevat met indrukwekkende beelden. Het kort filmpje komt van Ray Grijalba, met die J geschreven Grijalba, Grijalba. En het heet The Shroud, de lijkwade. Do faith and science contradict? Spreken geloof en wetenschap elkaar tegen? Of ik verwijs naar het boekje van Dr. Gertrud Walli, een Oostenrijkse, die ook mooi samenvalt in haar, vat in haar boekje Er sah und glaubte, er zag en geloofde. De bladzijde 15 tot 63. Ik noem die twee voorbeelden omdat ze vrij kort zijn. En men kan ook nog in de diepte gaan, nog meer bestuderen. Bijvoorbeeld bij Ian Wilson, Australische sindonoloog. Ik vat samen met woorden die in het evangelie staan, in de Heilige Schrift staan, in de Bijbel staan, Johannes 20. Het is namelijk zo dat de apostelen zelf, na het bericht van de vrouwen, nog niet geloofden in de verrijzenis van Jezus. Maar ze gingen wel zelf een onderzoek instellen. En we lezen Johannes 20, vers 3. Daarop gingen Petrus en de andere leerlingen op weg naar het graf. Ze liepen samen vlug voort, maar die andere leerling, dus Johannes tussen haakjes, snelde Petrus vooruit en kwam het eerst bij het graf aan. Vooroverbukkend zag hij de doeken liggen. Hij zag maar dat het zweetdoek, sorry, ik ga nog eens herhalen, vooroverbukkend zag hij de doeken liggen. Hij zag dat de doeken er lagen, maar dat het zweetdoek dat zijn hoofd had bedekt niet bij het andere doek lag, maar ergens afzonderlijk opgeplooid. Toen pas ging de andere leerling mee naar binnen. Hij zag en hij geloofde. Hij zag en hij geloofde. Ik hoop dat ik voor u, beste kijkers, nu genoeg vaste grond heb gebouwd of aangeboden voor de rest van de catechismus, om het geloof een vaste grond te tonen. Ik dank u, God zegen u. Tot de volgende les. Please do it.